Lieve mensen, goedenavond. Ik ben vandaag eerst, of vanavond eerst nog even op een andere locatie geweest. In verband met een minderjarig meisje. Waar we eigenlijk nu in een hele korte tijd heel veel signalen hebben. Dan we daar minderjarige meisjes hebben zitten. Dus dit wordt wel echt een mega klus. En ik heb altijd gezegd, ik vind die meisjes uit prostitutie halen. Uit dat milieu halen belangrijker. Als mijn eigen shit. Weet dat ik een ontzettend sterk rechtvaardigheidsgevoel heb. Ik liep vanavond dan ook terug naar huis. En ik zat eens goed naar mijn eigen voordeur te kijken. En laat ik zeggen, weet dat ik hooggevoelig ben. Ik voel dingen op me afkomen. Ik zie dingen op me afkomen. En ik kan het niemand uitleggen. Ik kan het gewoon niemand uitleggen. Maar ik kan jullie wel zeggen, wat ik zie en wat ik voel, dat klopt. Dat klopt heel erg. En ik zie en ik voel... Dat ik naar huis liep, naar mijn eigen voordeur kijkende. Ik denk, oké, let op. Ik weet nog even niet wanneer. Maar ik voel dat ik op korte termijn weer ellende aan de deur heb van Judère. Ik voel nu al op voorhand dat dit een opnieuw lelijke escalatie gaat worden. En ik weet het al een poosje dat we zelf weer eens in mijn lood aan de deur komen. Nou, onthoud één ding. Ik voel het. Ik weet het. En I don't give a fuck. Ik slaap er geen minuut minder om. Maar weet dat ik het weet. En weet dat ik het voel. Weet dat ik instinct heb. Ik heb altijd gezegd. Zeker sinds de dag dat ik. Niet alleen. Het pedohunter. Afdeling. Prostitutie voor minderjarigen van mijn rekening heb genomen. Maar ook nadat ik Judère. In mijn leven heb gekregen. Ik heb altijd gezegd. Onthoud één ding goed jongens. Ik weet waar ik voor sta. Ik weet wie ik ben. En ik buig niet. Als ik sterf. Zal ik staan sterven. Ik vind het... Weet je, ik heb er vrede mee. Ik weet dat ik binnenkort weer... Hoi, hoi. Ik weet gewoon dat binnenkort weer fiasco komt. Ik weet wat ik gevoeld heb. Ik weet wat ik gezien heb. Ik ga het nu niet in deze vlog benoemen. Ik weet dat ik het gevoeld heb, dat ik het gezien heb, dat ik het ruik, dat ik het proef, dat ik het weet. En weet dat ik er klaar voor ben. Het maakt niet uit wanneer ik kom. Als je denkt dat ik zal buigen... Heb je het verkeerd? Kan slecht met onrecht omgaan. Maar weet ook dat dat mijn kracht is. Dat dat mijn power is. Want iets in mij wil onrecht altijd bestrijden. Altijd. Zoals jullie weten, ik ben nog nooit 1 minuut ondergedoken. Ook niet na het geweld wat ik al aan mijn deur kreeg. Ook niet naar de hoerenlopers. Ik ben nog nooit 1 minuut ondergedoken. En weet ook dat ik dat nooit 1 minuut zal doen. Voor niks. Of voor niemand niet. Ik weet wat ik gezien heb. En de avond, de dag dat het aan mijn deur komt. Heb ik er vrede mee. Weet dat ik er vrede mee heb. En weet ook dat ik een gigantisch sterk rechtvaardigheidsgevoel heb. Weet ook dat ik nooit zal buigen. En dat ik bereid ben staan te sterven. Intimideren. Dat doe je iemand anders maar. Chanteren. Kan je me niet. En kan je me sowieso nergens mee.
Dus weet ook hoe ik erin sta. Besef waar je mee bezig bent. En besef dat ik boos kan zijn. En dat boos zijn komt vooral voort uit onrecht. Eén ding moet ik jullie toegeven. Ik ben geen fan van Peter R. de Vries. Maar als ik iets in hem altijd heb gerespecteerd, is zijn karakter. Ik zal staand sterven. Weet dan heel veel mensen bij mij dit karakter hebben. Je kan boos worden. Hallo kikkertje. Kan boos worden. Er zijn een aantal pijnpunten in mijn leven. Onder andere een cold case. Dat doet me verdriet. Maar weet ook dat je mijn kop niet zomaar op hol krijgt. Ik heb verwerkt wat ik verwerken moest. Ik ben aan het schrijven wat ik schrijven moet. En er zijn mensen in mijn omgeving die hebben informatie wat de politie nog niet eens heeft. Dus weet je, ik ga binnenkort ook echt even een keer tijd maken om af te reizen naar J-U-R-G-E-N. Hoe heet die daarna? S-M-I-T. Ik ga binnenkort echt tijd voor je maken, want ben je echt spuug zat. Er zijn er meerdere opmerkingen dat ik denk, gozer, het wordt tijd dat jij ter verantwoording geroepen gaat worden. Want jij kan wel afgekeurd zijn, maar ik weet dat je achter Jantje Knaal bak, hoe heet dat knaal? Jantje met kwak zit. En jij kan wel in één klauw twee vingers hebben. En je kan militair geweest zijn en goed getraind zijn. Ja, I don't give a fuck. Ik kan me niet schelen wie je bent. Er zitten een aantal opmerkingen. Kerel, ik ben echt mietje zat aan het worden. Echt binnenkort een keer tijd voor je maken. Ik heb toen destijds al het vermoeden gehad. Jullie krijgen gewoon betaald voor je teringknalen. Want welke tyfus mogol gaat zich zo lang bezighouden. Met al die lijfjes in de gaten houden. Mijn god zeg, wat een baan. Wat een werk. Dan moet je er echt goed voor betaald krijgen. Anders heb je daar toch echt geen zin in. Menig normaal denkend mens. Die zou er al niet aan beginnen. Ook niet tegen een leuk bedrag. Dus dat zegt eigenlijk al iets over jullie. Gewoon echt geen leven. Dus ga je andere mensen maar belachelijk lopen maken. In dienst van. Vooral doen wat niet later kan. Het zou me ook niet verbazen of het is deze persoon die ik op een dag aan mijn deur krijg. Vermoeden, ik weet wel ongeveer wat ik gezien heb. Het zou me niet verbazen of ik krijg deze persoon op een dag aan mijn deur. Ik ben klaar voor je en weet ook een heel sterk rechtvaardigheidsgevoel heb. Ik weet ook dat jij het niet hebt. Maar weet ook dat ik genadeloos kan zijn. Heel genadeloos. Ik ben het namelijk allemaal een beetje zat. En er zit er eentje op Gouda. En ik zeg al een jaar lang, als ik haar tegenkom, die pak ik. Die pak ik direct. Zij heeft mij denk ik ruim een jaar geleden iets gezegd. Ik heb geen Alzheimer. Haar naam begint met een voornaam begint met een M. En haar achternaam met IJssel. Ook jou ben ik nooit vergeten. Want ik weet dat jij contact hebt met bepaalde leden van Viderre. En weet dat ik al een jaar lang regelmatig om me heen kijk. Dat ik je een keer tegenkom. En weet dat ik je een keer tegenkom. Weet dat ik je zat ben. Want jij weet half nog niet waar jij je eigen mee inlaat. Jij weet half niet hoe gevaarlijk dit spel is. Je hebt toen al je kinderen lopen verkloten. Je hebt ze lopen drillen. Je hebt ze lopen commanderen. Je hebt ze kapot gemaakt. Je hebt ze echt helemaal kapot gemaakt. Ze hebben zeer terecht tijdelijk bij je moeder gewoond. Toen waren die kinderen eindelijk weer kind. En nou hoorde ik onder les dat jij je kinderen niet eens meer naar buiten laat.
Hoe wil jij een kind kapot maken? Als ik jou was, zou ik je heel ver buiten schot gehouden. Als ik jou was, zal ik ook niet in mijn boomakkoord te Akkeren gaan wonen. Want dan kom ik je alleen maar sneller tegen. Dan kan ik eens heel lelijk uitpakken. En weet je, jij houdt er niet van dat iemand jou gewoon ronduit zegt dat je een waardeloze moeder bent. Maar ik hou niet van moeders die hun kinderen naar de kloot helpen. Je bent ze al getikt maar een keer kwijt geweest. En je begint gewoon opnieuw met slopen van je kinderen. Weet dat ik het weet hoor, wijfie. Dus als ik jou was, zou ik maar niet vervelend gaan doen. Want je moeder hebt gelijk. Jouw moeder hebt gelijk. Ik sta volledig achter jouw moeder. Ik weet dat ze gelijk hebt. In mijn hart weet ik het. Normaal zeg ik altijd, het kind hoort bij de moeder. Maar weet dat jij dat staan hier met mij al een hele poos verkloot hebt. Dus ga buiten beeld blijven. Want weet dat jij echt heel veel bagger op je eigen deur moet hebben leggen. En dus als ik jou was, zou ik er eerst mee gaan beginnen. Voordat je je ook maar met wie dan ook bemoeit. Lijkt me niet verstandig. Ik weet hier te wonen. Ik weet dat je in een flatje woont bovenin. Vlakbij die manege. En echt wijf, get a life. Je weet half nog niet waar jij je eigen mee inlaat. En echt, trek je terug uit dat circuit. Trek je terug uit dat netwerk. Je bent je kinderen al een keer kwijt geweest. Maar meng je bij die mensen. En je raakt binnen de kortste keren opnieuw je kinderen kwijt. Ze sparen namelijk niemand. Dat hoef ik niet te doen namelijk. Want iedereen die hun maar half als Mongool zou zien, die naaien ze erbij. En aangezien je echt het IQ hebt van een naaktslak, trek je terug. Want je weet half niet waar je mee bezig bent. Of trek je terug. En gaat het gevecht aan met je moeder. Wat je sowieso verliezen gaat uiteindelijk. De waarheid komt altijd op tafel. Of gaat op deze koers verder. En ik hoef niks te doen. Je moeder hoeft niks te doen. Niemand hoeft meer wat te doen. Dan is het echt een kwestie van tijd. Echt waar, wijf. Weet met wat voor spel je bezig bent. Je snapt het niet. Wijf, je snapt het niet. Zal ik jullie een geheimje vertellen? Weten jullie dat Connie uiteindelijk heeft toegegeven dat ze de grootste fout van haar leven heeft gemaakt? Dat ze voor Chien had moeten gaan en niet voor Cloud? Dat is hetgeen wat ik destijds al geroepen heb. Hè? Ga voor je kind, ga voor je kind, ga voor je kind, ga voor je kind. Kies voor je kind, kies voor je kind. Dat deed ze niet. Jullie kunnen mij daar eeuwig blijven aankijken, maar ik ben niet degene die de keuze heeft gemaakt. De keuze heeft zij toen destijds zelf gemaakt. Daar heeft ze spijt van. Heel veel spijt van. En ik heb het oprecht met Chien te doen. Ik heb het oprecht met Connie te doen. Want ik weet waar hun slachtoffer van zijn. Ze zou het ook heel erg op prijs stellen. Als hun namen niet meer genoemd worden op bepaalde sites. Ik vind het een beetje flauw namelijk. Heel flauw. Ondanks dat ze toen destijds niet voor de kind gekozen heb, gun ik haar wel het beste. En ik gun Sienne nog veel meer goed. Dus ik weet wie wat gezegd heb. Ik weet dat ik screenshots heb gekregen. En weet dat ik weet hoe de vork werkelijk in de steel zit. Dus als ik jullie was, zou ik niet zomaar wat gaan papegaaien op Twitter. Of op een of andere kanaaltje. Het heeft geen nut.
De waarheid achterhaalt zich wel. De waarheid achterhaalt zich wel. Het heeft zich het afgelopen jaar ook wel weer bewezen. Dat heet iets meer karma. Wat je geeft, krijg je terug. Het enigste is, je weet nooit, maar ook nooit, wanneer de karma delivery service bij je aanklopt. Weet dat ik me daar bewust van ben. Weet dat ik daarna leef en daarna handel. En weet ook dat ik geen medelijden met jullie zou hebben. Degene, de trollen achter Viderre. En al die andere gekke knalen, want er zijn nog veel meer van dat soort knaaltjes. Weet dat ik echt geen medelijden met jullie heb. Ik ken de waarheid, ik weet de waarheid. Maar mochten jullie een keer aangepakt worden, ik zal zwijgen. Enfin, terug bij het begin van het gesprek. Ik voel die ellende aan mijn deur komen. Ik voel die ellende aan mijn deur komen. Energetisch, ik voel het aan. Ik kan het je niet uitleggen. Ik weet het, ik ruik het, ik proef het. Ik kan het je gewoon niet uitleggen. En weet dat ik voorbereid ben. Weet ook dat ik geen spaander van je heel laat. Maar mij interesseert het niet zoveel wie ik voor me heb. Behandel je mij met respect, zal ik je op handen dragen. Behandel je mij als vuil, negeer ik je meestal. Of je krijgt af en toe zo'n veeg uit de pan. Maar denk nooit de vinger naar mij te kunnen wijzen. Mij te kunnen intimideren. Of te kunnen bedreigen op wat voor manier dan ook. I don't give a fuck. Ik heb een gelofte aan de Heer. Ik heb geen gelofte aan het rechtssysteem. Onthoud dat goed. Ik ga even de reacties lezen. Inderdaad, afgesloten haas. Even wachten, even de reacties lezen. Back baby, hoi hoi. Viderre, dat zijn de kleutertjes, joh. Dat zijn echt van die kleutertjes. Ben niet Claudia de Brij. Maar kom maar bij mij. Oh, dat vind ik heel lief, maar ik stap geen millimeter aan de kant. Dat is niet echt mijn karakter, namelijk. Onderduiken doen voor die lafaards. Onderduiken doen die lafaards van Viderre wel, ja. Dat weet ik wel zeker, ja. Chris, het wordt binnenkort weer muziek. Luister, ik voel het. Sorry lief, Peter R. de Vries is een zogenaamd verbrander binnen het milieu. Ik ben ook geen fan van hem. Absoluut niet. Alleen ik waardeer altijd wel zijn karakter in de zin van dat hij zegt van ik zal niet buigen en niet knielen. Ik ben zelf ook zo'n genaal. Militair wil nog niks zeggen. Nee, dat klopt. Het wil ook echt niks zeggen. Want als je verdikken met militair bent geweest, je bent zo getraind en je kan nog niet eens nadenken. Nou, het is gewoon echt lachwekkend. Het is gewoon echt triest. Het heeft zich allemaal ooit met Defensie verbonden en ze zijn er niet eens in staat om door een helder glazen deur heen te kijken. Het is gewoon echt triest. En dat geldt wel meer voor die verdere typetjes. Ze kunnen nog niet door een helder glazen deur heen kijken. Maar onder het mond, ze hebben bij Defensie gezeten, denken ze wat voor te stellen. Nou, ik weet niet. Inderdaad, ja, als een afgericht... Ja, klopt, ja. Als een afgericht hondje luisteren. Naar Mark Rutte, ja, dat is ook wat ze doen. Het zijn een beetje zielige mensen. En haha, was zelf ooit militair bij de kamer, oké. Je bent de topper en zeg waar het op staat, dat altijd. Altijd, ik zal altijd de waarheid spreken. Ik heb een zuiver geweten en ik zal met een zuiver geweten ook het graf instappen, geloof me. En als ik over grenzen heen ga, grenzen die wij hier op aarde het rechtssysteem noemen,
dan is dat dat ik daartoe gedreven ben. Maar niet omdat ik zelf een slecht mens ben. Nee. Ik beloof dat dus. Van jou kan wel 100 meer zijn zoals die jou, als de wereld. Oh, absoluut, absoluut. Dat weet ik van mezelf. Ik weet dat ik ook echt een slecht mens ben. Zeker niet. Anders had ik nooit het pedohunter gedaan, mensen uit prostitutie halen. Anders had ik daar nooit in die opsporingsdingen gezeten in mijn vrije tijd. Anders had ik nooit in mijn vrije tijd onderzoeker, particulier onderzoeker gaan doen. Anders had ik nooit in mijn vrije tijd opleiding gaan doen in de richting van de criminologie. Zou ik nooit opleiding gaan doen, detectieven. Als ik echt geen goed hart had, dan had ik al die meisjes te lekker laten zitten. Had het mij niet geïnteresseerd. Inderdaad, veeg altijd eerst je eigen straatje schoon. Nou, ik kom wel bij je voor, die beveiliging mij, het hoeft niet. Ik vind het heel lief en ik heb heel veel kerels die mij willen beveiligen. En ik heb heel veel kerels die zeggen, oh Marijke, luister maar, ik wil een oogje zuil houden. En ik wil bij je slapen en ik wil dit en ik wil dat, hoeft niet. Ik heb daar geen kerel voor nodig, joh, echt niet. Echt niet. Rechtssysteem, dat dus. Ik heb ooit zelf een tippelzone beveiligd. Kijk, jou mag ik graag. Ik mag jou nu al graag. Nee, heb je geen type diploma. Maar ik ben vlug. Juist. Juist. Ja, weet je wat het is? Ik zit al heel lang in het circuit pedohunten. Ik heb heel veel pooiers op het oog. Ik heb ook heel veel pedofielen op het oog. Ik weet precies wie, wat, waar, hoe. Ik hou ze altijd scherp in de gaten, die etters. Als ik me half op internet zit, dan is het wel eens omdat ik mensen in de gaten hou. Ik hou heel veel pooietjes altijd in de gaten. Op de een of andere manier gaat dat netwerk steeds verder in, waardoor je er steeds meer kent, steeds meer herkent. En ja, dat dus. Ik moet die kant op. Ik heb daar heel veel connecties in. En we hebben het heel lang gedaan met meerdere aannons op eigen kracht, op eigen financiën. We doen alles zelfstandig zonder politie. We hebben echt wel eens te maken met grof geweld. Dat gaat soms echt wel eens hard aan toe. We nemen soms ook wel eens verboden. Ja, ik ga er voor de rest geen uitspraken over doen. Maar als het nodig is, dan staan we niet met lege handen. We hebben er echt hier en daar wel een paar blauwe plekken aan overgehouden. Maar ik zeg altijd me zo voor het goede doel. Ook daar hebben we de popo niet voor nodig. Dan heb je toch een tering aan die lui. Alleen wij hebben wel voor onszelf gezegd van... we willen in de toekomst wat professioneler op gang kunnen gaan. Niet alleen ik ben zelfstandig ondernemer. Er zitten meerdere zelfstandige ondernemers tussen. En als die corona-hoax helemaal door gaat zetten zoals wij denken dat gaat doorzetten... Dan hebben wij heel veel tijd. Tijd die we nu niet hebben. Dus dat is ook redenen voor ons. Om achter de schermen. Niet allemaal dezelfde opleiding te doen. Maar om achter de schermen ons allemaal in de opleidingen te storten. Om dan echt wel te vermoeden dat het nog eens heel lelijk kan worden. En als die economie op een dag in elkaar stort, hoe leuk het winkeltje ook is, maar als het op een dag niet meer gaat, dan gaat het niet meer. En ook ik zal mijn rekeningen moeten betalen. En ik wil blijven hunten, ik zal blijven hunten. Alleen wel zoals wij dat nu doen, hè. Zonder corrupte popo. Die lui zijn trouwens ook niet te vertrouwen.
Een popo sluit ook wel eens dealtjes. En wij zijn er niet zo van de dealtjes. Daar houden we niet zo van. Dus ja, zo werkt dat. Nou, ik kom wel bij je voor de deur, beveilig meid. Ik hou van je, jongen, echt waar, maar dit hoeft echt niet. Nu ga je maar lekker met een dekentje op de bank leggen, pitten. Dat je gewoon lekker slurken. Bij mij hoef je niet te passen, hoor. Ik ben mijn eigen oppas wel. Ik krijg nog heel veel reacties binnen. Beveiligen, rechtssysteem, raken woorden, Peter. Pieter, je mijn excuus, I know baby. Ach, mijn clubje was ooit de eerste in 1997 al die een samenscholingsverbod kreeg. Daarna kwamen de Loverboys, die mapten wij naar huis. Juist. Ja, ik heb ook veel met dat soort teringtuig te maken. En, maar ik vind het leuk om te doen. Ik heb nog plezier in ook om die etters dwars te leggen. Dus, ja. Ieder elk gek zo zijn gebrek. Dat dus. Ik ben ik. En inderdaad, het land wordt steeds verrotter. Het land wordt steeds zieker, Ingeborg. Het land zal ook steeds slechter en slechter worden. En ik vrees toch nu inmiddels wel dat die corona... Ik sluit echt een nieuwe lockdown niet uit. Echt waar, ik sluit het niet uit. Ik zie het echt wel gebeuren dat we een nieuwe lockdown krijgen. Ook zijn er nu mensen die dat nog niet willen geloven. Ik heb toch het vermoeden dat ik zeg, ja hoor. Die nieuwe lockdown die komt nog eens een keer. En wij hebben als ondernemers al een hele zware klap gehad. En we kunnen niet eeuwig hele zware klappen blijven krijgen. Want ik heb natuurlijk best wel ingeteerd op mijn buffer. En dat heel veel mensen met mij. En voor een keertje is dat niet erg. Maar dat moet natuurlijk niet aan de gang blijven. Dan is de lol er wel een beetje af. En dan gaan we toch op een heel andere koers door. En wat ik altijd heb gezegd. Twee kinderen in Duinruil, Efteling. Ja, heb ik vaker gehoord. Klopt. Die Martijn, die vereniging Martijn, die is mijn doorn in het oog, jongen. Oh. Het is dat de muur verboden is in Nederland. Want ik zou echt zeggen, zet ze allemaal stuk voor stuk tegen de muur op. Geen genade ermee. En ook geen geleuten, want dat zijn er ook mensen. Nee, gewoon hop tegen de muur ermee. Gewoon tf, klaar, doei. Maar goed, dat is mijn persoonlijke mening. Die gasten blijven in de fout gaan. Ja, dat dus. Nou, liefies. Ik heb mijn zegje gedaan. Weet dat ik gevoelig ben. Weet dat ik hooggevoelig ben. Weet dat ik dingen aanvoel komen. Ik kan het je niet uitleggen. En weet ook dat het mij niet beangstigt. Weet dat het mij niet benauwd maakt. Weet ook dat het mij niet zoveel doet. En weet ook dat ik best gastvrij ben. Ja hoor. Ik ben best gastvrij. Iedereen krijgt wat hij verdient. De ene een bakje koffie. De andere knal op zijn kanus. Slaan we elkaar geen mietje noemen. Daar valt niks van te zeggen natuurlijk. Nou, lieve mensen. Gaat jullie goed? Ik ben trots op jullie. Dat is interessant. Nou, laat maar gaan. Ik ben trots op jullie. En tot horens. En maak je over mij geen zorgen. Hè? Want ik red mij altijd wel. Hè? Maak je over mij echt geen zorgen, lieve mensen. Echt waar. Dus... Ik hoef je me ook niet meer lastig te vallen in Messenger. Ik heb echt geen beveiliging nodig. Ik beveilig mezelf wel. Ik denk dat ik vele malen gemener en gevaarlijker ben in een vechtpartij als een gemiddelde kerel. Dus zit over mij alsjeblieft niet in. Schatjes, ik hou van jullie.